Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. Deze week rappen we de nieuwe Model S in satin. Nee ja, matte pine green, my bad. Hetzelfde als dat we al op de Range S4 gedaan hebben. En we rappen ook deze nieuwe Model Y, de eerste die we binnenkrijgen in satin light grey. We doen ook een herstelling op een Porsche Cabrio en op een Porsche Cayman in het redelijk hevig groen. Check out the Raps of the Week. Ah, ik zit een tijdje aan Cross Turismo vergeten. Ah, er is nog een Cross Turismo ook in X-Spel PPS. Is het goed, pa? Ah, check out the Raps of the Week. En de Raps of the Week van deze week wordt u aangeboden door QuickJack. Dankzij QuickJack kunnen onze jongens bijna elke auto in een atelier nu omhoog zetten. We hadden uiteraard al onze race ramps, ons ander systeem om auto's te verhogen. Die werken prima, maar die hebben een nadeel. Die is dat een auto een heel stuk voorraad moet kunnen om erop te rijden. Als dat aan de overkant ook vol auto's staat, dan is dat natuurlijk niet zo handig. Het leuke van de QuickJacks is dat we de auto's gewoon op hun plaats kunnen parkeren. Kunnen doen wat we moeten doen met een auto op de grond. En dan gewoon de QuickJacks er kunnen onderschuiven en de auto op de juiste hoogte kunnen brengen. Tweede leuk ding is dat je geen compressor nodig hebt, geen hydrauliek. Je hebt alleen een normaal stopcontact nodig. 220 volt inpluggen. De juiste blokken voorzien, zodat de juiste afstand bekomen wordt. En dan kan de wagen omhoog gezet worden om er zo iets vlotter aan te kunnen werken. Deze hoogte is voor ons meer dan voldoende, aangezien dat we niet onder de auto moeten zijn. Maar het maakt het wel heel gemakkelijk voor de bumpers en de zijschorten te kleven, zonder dat we heel de tijd op de grond moeten liggen. En we hebben uiteraard ook meer licht om mooi werk af te leveren. Dus vanaf nu is onze shop ook voorzien buiten onze raceramps met een set leuke QuickJack. Dat is geen grave foto, of wat? Het is wel echt, echt dik, hè? Onze Bas heeft dat goed gedaan. Dank u, Bas. Ons team heeft deze zomer keihard gewerkt om onze verhuis naar een nieuw pand in Aartselaar te kunnen realiseren. En eindelijk zijn de regels versoepeld, dus we mogen jullie nu uitnodigen op onze officiële opening, zaterdag 16 oktober. Schrijf je in voor een persoonlijke rondleiding en een kijkje achter de Raps en leer ons team beter kennen. Dat is hem.
midweek update. De Mudpine Green Model S is done. We zijn volop bezig met de binnenkanten van de Satin Light Grey Tesla Model Y. Taycan staat, Cross Turismo staat uit te drogen. Zijn lakbescherming ook weer op de snuit. Op de Porsche Cabrio Turbo moeten we aan de achterzijde enkel de lichtjes en de spoiler nog terug monteren. En dan de prachtige Crayon Grey Taycan Cross Turismo. Die is ook bijna af. Daarnaast hebben we een herstelling op de Polestar. En blijf kijken, want morgen rijden we de zoete GT Tour mee met de M4 Competition. We zijn ondertussen toegekomen op de middenstop van de zoete GT Tour. Onze M4 heeft dat fantastisch gedaan en de co-piloot heeft heel de roadbook bijna feilloos gereden. Een paar fantastische auto's die kunnen meerijden vandaag, maar nu is het tijd om te lunchen. Na een fantastische dag op de zoete GT Tour zit deze Wraps of the Week erop. Vergeet niet dat je ons deze zaterdag een bezoekje kan brengen op onze open deur. Er gaan niet alleen fantastische wagens staan zoals deze Polestar, maar er staat ook een Aston DBX staan. Er staan ook demowagens van Alpine en BMW, onder andere de nieuwste M3 met speciale folies zoals de X-Pel en de X-Pel Stealth die je live kan bekijken.
Ook onze allernieuwste GSWF-folies zullen te bewonderen zijn. En nog een paar zeer exclusieve wagens. En er staat er eentje bij dat je zelfs hier zult kunnen bekijken, die nog niet bij de dealers beschikbaar is. Maar dat blijft een verrassing tot dit weekend. Vergeet je dus niet te registreren op onze website om ons zaterdag een bezoekje te brengen. En subscribe ook op onze playlist en like deze video om een bericht te krijgen voor onze volgende Wraps of the Week, waar we die surprise wagen uiteraard ook onder handen nemen met een X-spel stelt en nog een hele hoop andere wagens onder handen nemen. Tot Wraps!